Aan de voet van de Martini-toren in Groningen is de studentensociëteit Mutua Fides herrezen, die met andere gebouwen op de Grote Markt in de laatste oorlogsdagen verwoest werd. Het Groningse koor, het oudste van Nederland, heeft in dit nieuwe gebouw een eetgelegenheid opengesteld voor alle studentengroeperingen. De sociëteit bezit verder onder andere een fraaie conversatiekamer en een sfeerrijke bibliotheek. Met de agenten van de studentenpolitie voorop begaf een grote schare academici zich deze dagen naar de Soos, die naar men zegt een lieve duit heeft gekost, vandaar deze hengelaar. De aanwezigheid van vele officiële personen en van een miniatuur sleutel wees erop dat er nog iets stond te gebeuren. Bij de Senaat liep de oud-rector van het studentenkoor, jonkheer Tjarda van Starkenborg-Stachouwer. Daarachter kwamen onder meer minister van der Kieft en de commissaris van de Koningin in Groningen, dokter Ebels. Jonkheer Tjarda van Starkenborg-Stachouwer verrichtte tenslotte de opening van de nieuwe sociëteit, de oogappel van de Groningse studentenwereld in het hartje van onze noordelijke universiteitsstad.